oude jongens krentenbrood hier op het festivalplein op de Horecava. En als jij nou het perfecte festival wil organiseren, kan je hier allemaal leuke ideeën opdoen. Wat denk je ervan? Ik wil hamburgers, ik wil wat te drinken. We gaan even kijken wat er hier allemaal gebeurt. Let's go. Carlos. Carlos, Leon. Heb je een latteetje of een cappuccino? Ik heb daar een lekkere kopje koffie, dus jij gewoon naar binnen loopt. Heel belangrijk natuurlijk, koffie. De koffie wordt vers gezet op de Horecava. Heel belangrijk, moet je je voorstellen. Je komt op een festivalterrein en je hebt niet meteen trek in bier. Koffie wordt gretig afgenomen op een festival. Want het gaat niet alleen om een muziekfestival. We hebben ook te maken met foodfestivals hier in het koude kikkerlandje. Maar een lekker warm bakje koffie erbij. Heerlijk. We gaan hem proberen. Business uit Rijswijk en Alex heeft voor ons wat lekkers gemaakt. Ben je er klaar voor? Heerlijk. Een heerlijke cocktail. Wat is dit? Dit is Darker Storming, gemaakt van rum. Rum komt uit 3 verschillende eilanden, dat heeft een speciale pit erbij. Oké, we gaan even proeven. Proost jongen. Ik denk dat we maar eens even een rondje moeten gaan lopen om te kijken wat er nou eigenlijk allemaal nodig is om dat perfecte festival te organiseren. Ja, en ondertussen pakken wij een hapje en een drankje. Lekker! We staan hier bij de stand van Oude Taart. Kan je een klein beetje vertellen wat het concept inhoudt? Marcus is een ondernemer uit IJsselstein en die heeft het initiatief genomen om eenzaamheid tegen ouderen op de agenda te zetten. Maar dan in plaats van het een thema te maken, heeft hij er een product aan gekoppeld. Oude taart, kleine appeltaartjes voor één persoon die je kunt opwarmen uit het diepvries. Ten behoeve van eenzaamheid onderhouden. Goed initiatief, heel veel succes op de beurs. Dankjewel, jullie ook. Ik sta hier met Sylvia van CO2 BV. Sylvia, kan je er wat over vertellen? Ik heb hier de De-Iced Basic LED. Dit is onze nieuwe innovatie. Deze machine is geheel van plexiglas. En daar bevries je dus glazen mee. Dus die krijgen een mooi wit gerijpt laagje. Waardoor je dus dranken ijs en ijskoud kan serveren en drinken. Drankjes ijskoud serveren, dat klinkt als een klusje voor Glenn. Ja, zeker. Nou, eens even proberen. Vind je het spannend, jongen? Zo, nou die wordt wel koud inderdaad. We gaan het nu even automatisch proberen. En ook vandaag gaan we weer laten zien wat je allemaal precies nodig hebt om het ultieme festival te organiseren. Van foodtruck tot stagebouw. En we gaan eventjes op bezoek bij de organisatoren van een wijnfestival uit Amsterdam. Laten we eventjes op bezoek gaan bij Rob en Sebastiaan van het Amsterdam Wine Festival. Wat denk je ervan? Top, laten we dat doen. Kom maar mee. Hoe is het idee ontstaan om het Amsterdam Wine Festival te gaan organiseren? Wij zijn in Valencia geweest, Sebastiaan, ik en onze compaan Ivar. Daar zijn we eigenlijk door een wijnhuis daar in Valencia helemaal in de watten gelegd, een weekend lang. Juist tijdens dat weekend ontstond bij ons ook het idee van, goh, kunnen wij niet in Amsterdam ook zo'n beleving creëren tijdens een festival? Het zijn goede ideeën allemaal. Wanneer kunnen mensen terecht en waar kunnen ze terecht? 24 tot 26 maart in een gashouder in Amsterdam. Klinkt goed allemaal. Veel succes ermee, jongens. Dankjewel. We zijn dus hier op de jaarlijkse vakbeurs voor de horecasector. Tijdens deze editie van de Horecava valt het ons op dat er stil wordt gestaan bij de technologische ontwikkelingen en de trends. Een van de trends zijn dus de foodiefests. En op de foodiefests staan vaak de foodie trucks. Oude jongens krentenbrood ging dus even langs bij de butcher die daar speciale hamburgers serveren. En we ontmoeten daar Jeroen. Welke burger wordt het bereid voor ons? De burger die jullie nu hebben gekregen, die voor jullie bereid is, dat is de butcher with cheese. Het is een heerlijk vers broodje, eventjes boven de grill opgewarmd. Met verse Lolo Biondensla, met een keurbuff tomaat, een vlezige sterke tomaat.
daar bovenop ons Aberdeen Angus Beef. En daar, dat afgegarneerd met gegrilde uien en onze overheerlijke boetjesaus. En een augurk. Dus ja, ga ervan genieten, zou ik zeggen. Het ziet er in ieder geval al heel lekker uit, dus ik ben benieuwd hoe die smaakt. Ik ga ervan uit dat het helemaal goed komt. We gaan het proberen, dankjewel. Ja, het is weer gebeurd. Ik heb het naar mijn zin gehad. Ik heb veel gezien, ik heb veel gegeten, ik heb veel gedronken. Maar ik denk dat we er nog niet helemaal klaar mee moeten zijn. We gaan nog een paar belangrijke dingen opzoeken. Ja. Wat heb je nodig om het ultieme festival te organiseren? De vraag is gesteld en het antwoord komt voorbij. Een lekker hapje, een lekker drankje. Maar wil je nou echt een feestje vieren, dan is een glas champagne op z'n tijd altijd lekker. We gaan eventjes langs om de champagne te proeven. We staan hier met Sabrina van Chardin Exclusives. We zien een hele bijzondere champagne hier. Kan je wat over de D-Rock champagne vertellen? Natuurlijk. Flessen die worden niet alleen handgespoten, maar de kristallen en het logo wordt ook met de hand erop gezet. Dat gebeurt allemaal in Champagne natuurlijk, in Frankrijk. Nou heb ik een vraagje. Ik zie al die flessen staan en dan vraag ik me af hoe het smaakt. Zou ik er even eentje kunnen proeven? Tuurlijk. Ben je van de zoete of van de droog? Zoete. Zoet? Dan ga ik jou de glacier laten proeven. Doe je mee? Absoluut. Oké, gaan we dan. Dank je zeer. Ja, de smaak. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Op je gezondheid. Dank je wel. Proost, jongen. Ja, dit smaakt echt goed. Lekker, hè? Nee, eerlijk, dit smaakt echt goed. Op een festival vind je heel veel verschillende foodtrucks. Laten we eens gaan kijken hoe zo'n foodtruck uiteindelijk tot stand komt. Kan je een klein stukje vertellen over wat de foodtruck company precies inhoudt? Foodtruck company bedenkt met een klant, voor een klant, foodtrucks, foodtrailers, dropbox containers, whatever they like. Voor verkoop en brand activation van merken, van producten. Op festivals, evenementen, outdoor, whatever. Dus alle foodtrucks die we hier op het festivalplein zien staan, zijn door jullie geproduceerd? Ja, correct. Ja, dit is eigenlijk een hele mooie showcase van 7 best practices van ons die we voor klanten hebben mogen maken. Dus we hebben klanten mogen uitnodigen namens de RAI om hier op het festivalplein te staan. En daarmee is het een heel mooi podium ook voor ons geworden als foodtruck company. Ja. Heel veel succes op de beurs verder. Nou, fijn, dankjewel. Ja. Nou, dat was hem. Laatste dag hier Horecava. Het zit erop, man. Ik heb het weer helemaal gehad. Maar ik moet zeggen, Horecava-beurs was enorm, enorm gezellig. Ik heb veel bekenden gezien. Als je niet hier bent geweest, dan heb je wat gemist. Zorg dat je daarom ook op de website kijkt. www.horecava.nl voor alle details over volgend jaar. Oude jongens, krentenbrood was erbij. 4 dagen lang hier op de Horecava. Wil je het een en ander terugzien? Surf gewoon even naar YouTube en zoek het kanaal van de Horecava op. Alle filmpjes rustig op een rijtje. Wij zeggen gedag. Later! Oude Jongens Krentenbrood is van alle markten thuis. Zo treden we op door heel het land en staan we overal klaar voor een feestje. Maar we verzorgen ook afterfilms of mediavideo's op maat. Denkt u, dat lijkt mij leuk voor bij mij in de zaak? Neem dan even contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Jij kan ook niet schenken, hè? Sorry. Drankjes zijn wel sterk, hoor. Geen grappen. Ze komen wel aan. Ik hoor allemaal liedjes, la-la liedjes in mijn hoofd. Laatste dagje vandaag, jongen. Festival. Laatste dagje vandaag? We hebben toch nog 1 dag te gaan? Nee, jongen. Het is toch vanmorgen? Even tussendoor even een... Even een screenshotje van tussen al dat luxe kunnen ook gewoon een broodje van Dobbert eten. Dat zou op zich wel kunnen, maar dat zou wel betekenen dat ze ons een broodje moeten aanbieden. Ja, ik denk dat het geen probleem is.